DNA. En we gaan kijken wat het DNA is, wat het doet en waar het voor nodig is. We beginnen hier met onze cel. En in onze cel zien we, die cel die heeft een aantal organellen, maar heb ik getekend, de rest heb ik achterwege gelaten. De cel die heeft een celkern. In die celkern zit, zoals je weet, DNA. En de plasmatisch reticulum met hier het RER, het ruw endoplasmatisch reticulum, daar zitten ribosomen op. Het DNA, daar zit alle informatie die deze cel nodig heeft om te kunnen functioneren. En met behulp van het DNA worden eiwitten gemaakt. En zoals je nog weet van de vorige thema's, is dat wie maakt de eiwitten? De ribosomen. Die maken eiwitten. De vraag is nou even, hoe komt de informatie die op het DNA zit, hoe je die eiwitten moet maken, naar de ribosomen, die blauwe bolletjes, op het ER, die daadwerkelijk de eiwitten gaan maken? Zie het als een soort van sms'je of een whatsappje. Ja? Het DNA stuurt een berichtje aan het ribosoom. En dat berichtje heet RNA. En RNA, dat berichtje dus, is niets anders dan een kopie van het stukje DNA wat er nodig is. Dus niet het hele DNA wordt gekopieerd. Een heel klein stukje van het DNA, datgene wat nodig is om één eiwit te maken, dat wordt gekopieerd. En dat heet RNA, het stofje. En dat gaat door de kernporie naar buiten en treft een ribosoom aan die daar een eiwit van kan maken. Dat eiwit, dat zou dan wel eens door het ER ergens anders naartoe vervoerd kunnen worden. We gaan kijken wat er hier gebeurt in dit thema. In deze cyclus van filmpjes. Dus loop maar met mij mee. We gaan eerst naar het DNA kijken. Wat is dat nou voor DNA? Nou, de DNA dat is een dubbele helix. In 1953 zijn ze daarachter gekomen. Een dubbele helix was een soort wenteltrap. En die wenteltrap, die heb ik hier getekend. Het is een vrij chemisch verhaal wat ik nu ga houden. Dit is namelijk het deel waarin biologie en scheikunde elkaar overlappen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat je dit straks bij scheikunde nog een keer krijgt. Maar ja, door je scheikundedocent met een iets andere bril. En die wenteltrap die bestaat zoals een trap uit treden en uit een leuning. Die leuning is puur om die treden bij elkaar te houden. Dus die leuning, daar staat geen informatie op. De informatie die wordt gegeven door wat heet de stikstofbazen. En die stikstofbazen die kunnen, zoals je hier ziet, een A, een T zijn, een C of een G. En wat je hier al ziet is dat een A die koppelt aan een T en een C koppelt aan een G. Of als ik het andersom zeg, dan een G aan een C en een T met een A. Dat maakt niet uit. Maar dat is de enige manier waarop die puzzelstukjes in elkaar passen. Zo ziet de DNA eruit. Dus we hebben een alfabet, A, T, C en G, uit vier letters. En dat is niet echt een alfabet, want het zijn natuurlijk vier stofjes. Vier stikstofbazen. Maar je ziet hier nog twee andere stofjes getekend. Namelijk de rondjes. Er staat een P voor, van fosfaat. En deze vijf hoekjes, dat is een bepaalde suiker. Welke suiker? Een ribose. DNA, desoxyribose, ribose, nucleïnezuur, acid van het Engelse zuur. Ja, nucleïne, als in het zit in de kern. En het is zuur. Daar komen we ooit later nog op terug, waarom het zuur is. Je ziet steeds dezelfde patronen terugkeren. Je ziet steeds fosfaat, die suiker, met een stikstofbase. En hier stikstofbasis, suiker, fosfaat. Fosfaat, suiker, stikstofbase. Zo'n unit, en zo'n element, het basisprincipe van het DNA, heet een nucleotide. En die heeft dus altijd een fosfaat, een suiker en een stikstofbase in zich. Dat is het hele DNA. Miljarden van deze treden lang. En de volgorde van die treden, die zegt iets over wat deze cel is en wat die kan. Dit geldt niet alleen voor ons als mensen. Dit geldt voor al het levend materiaal op aarde. We hebben nog niks anders gezien. We zijn nog niks anders tegengekomen wat niet DNA heeft, wat er zo uitziet. Dat is wel typisch, vind ik. En volgens mij, als bioloog, denk ik dan, daar hebben we een gemeenschappelijke voorouder met z'n allen. Dat is een ander verhaal. Daar komen we later nog een keer op terug. Dit mijn DNA. Nu weet je misschien, van mijn onderbouw nog, dat als dit een cel is, die zou zich kunnen gaan delen, en die groeien dan uit tot twee volwassen cellen, die eerste stap is celdeling. En
om celdeling mogelijk te maken, moet er van één cel met één kern, twee cellen met twee kernen komen. We gaan nu kijken, wat gebeurt er met die kern? Wat is er met die kern aan de hand? En hoe kan het zo zijn dat je van één kern twee kernen maakt? Dat is iets wonderlijks wat DNA over zich heeft, dat het is heel makkelijk te kopiëren, heel makkelijk te verdubbelen. Zoals je al ziet, hier is het feit dat een A altijd aan een T koppelt, dat kan ervoor zorgen dat de ene helft van die DNA-keten een mal is voor de andere helft. Eigenlijk heb ik dus maar één helft nodig. Met één helft weet ik al wat er op de andere helft staat. Maar ze zijn eigenlijk dus wel allebei nodig, want ik moet overal volledig DNA hebben. Als ik dus die dubbele helix, als ik die uit elkaar zou gaan trekken, dan kan ik de moederstreng, de originele streng, die hier, hè, zoals je hier ziet, A, C, G, A, C, G. En daar heb ik er nog wat letters bij bedacht, A, C, G, D, T, C, heeft. Dan zie je daar tegenover, zie je een aantal andere letters staan. Die andere letters, die zijn complementair. Tegenover een A staat een T, tegenover een T staat dus een A. Tegenover een C staat een G en dus tegenover een G weer een C. Als ik die uit elkaar trek, als een soort van rits die ik open doe, dan kan ik dus deze blauwe strengen gebruiken om nieuwe tegen elkaar te vormen. En dan heb ik hier weer een blauw gedeelte, een zwart gedeelte, heb ik weer een nieuwe DNA-streng over. Die identiek is aan waar ik mee begon. Hetzelfde voor de andere kant. Als ik deze streng gebruik om daar een nieuwe tegenaan te vormen, dan heb ik ook aan deze kant een streng die identiek is aan de streng waarmee ik begon. Ik hou dus, als ik op deze manier DNA ga repliceren, dit is replicatie, DNA-replicatie, mooi woord voor kopiëren, dan hou ik dus twee identieke DNA-strengen over. Die kunnen dan in mijn twee kernen, en dan heb ik dus twee cellen die identieke DNA heeft. En dat is heel handig, want zoals je weet bestaat al ons genetisch materiaal zit in al onze cellen, behalve geslachtscellen. En dus hebben we nu een methode gezien waarop deze cel zich kan delen en zorgen dat overal precies hetzelfde DNA in zit. Ja, als een ritssluiting. Dus de ene helft gebruik je als man om de tweede helft er weer tegenaan te zetten. We gaan hierop door. Op dit basisprincipe, de treden die de informatie zijn. We gaan kijken naar hoe lezen we die treden en wat wordt ervan gemaakt. En hoe kunnen we dat allemaal bewerken. In de volgende filmpjes. Dus dit was de eerste van een aantal andere. Ga ermee aan de slag. Spoel het nog een keer terug als je denkt het is te lastig. Of kom met vragen in de les. Als je bepaalde dingen niet snapt. Goed. Succes!